ben Saartje Kanoot. Ik ben leerkracht die een besluit laat nemen. Ik geef lessen aan de laatste jaars. Dat zijn de zesdejaars en de zevendejaars. Het vijfde en zesde jaar verzorging, dat is eigenlijk een richting die leerlingen voorbereidt om later verder in de zorg te gaan. Daar heb je ook gegarandeerd werk in deze tijden. Leerlingen leren daar om te gaan met de zorgvragers. Er zijn een aantal hoofdvakken die ze daarin krijgen. Dat zijn huishoudkunde, verzorging uiteraard en opvoedkunde. Daarnaast een hele race van algemene vakken. Bij verzorging leren ze vooral om te gaan met de jonge zorgvragers en met de oude zorgvragers. Bij het vak huishoudkunde leren ze om heel specifiek huishoudkundige taken uit te voeren, echt richting zorgvragers. Dus diëten bij bejaarden, papjes bereiden voor kindjes, fruitpapjes, maar ook flesjes bereiden. Maar ook algemene huishoudelijke taken, zoals strijken, de was doen, een beetje naaien. En dan in opvoedkunde, een ander hoofdvak, leren ze omgaan met mensen. Zowel met kinderen als bejaarden, maar evengoed met teamgenoten en met zichzelf. Omdat het zo belangrijk is dat jullie echt leren werken met echte mensen en niet zomaar met poppen, want dat doen we op school natuurlijk wel, werken met poppen, gaan jullie ook regelmatig op stage. Dat is 3 keer in het jaar, gedurende 3 weken telkens. En dat is ofwel in een kleuterschool, ofwel in een kinderdagverblijf, ofwel in een bejaardentehuis en dat is meestal in de regio hier rond Mechelen. De bedoeling is dan uiteindelijk dat je een goede zorgverlener kan worden en dat je dan bijvoorbeeld in een laatste specialisatiejaar nog afstudeert richting kinderverzorgende of richting zorgkundige.